Zoals die nu wordt voorgesteld door jullie, dan hoor ik hier eigenlijk het meest pessimistische verhaal van de afgelopen tijd. Absoluut. We stellen vast dat de conjunctuuromslag die we al een paar maanden aankondigen, dat die zich verder zet. Maar de intensiteit, de diepte, de snelheid dat onze conjunctuur afneemt, is verergerd deze maand. Ja, zo waren er bijvoorbeeld de starters die toch wel het paradepaardje waren de afgelopen tijd hier in Limburg. Ja, dat is plots een heel wat minder cijfer. Klopt, wij zitten op het laagste aantal starters vorige maand sinds 5 jaar. En dat is eigenlijk een heel zware trendbreuk. Betekent ook dat er waarschijnlijk onzekerheid is bij onze jonge mensen of bij onze starters die toch wel hun beslissingen uitstellen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de economische onzekerheid die er nu bestaat met de trade war, de handelsoorlog die de president van de Verenigde Staten aan het opkloppen is. Een handelsoorlog die wellicht ook op de export zal wegen. Absoluut. Als je ziet dat onze export eigenlijk de drijvende motor is altijd van onze conjunctuur. We exporteren meer dan 70% van wat we hier maken. Dus de export is cruciaal voor de Limburgse economie. Daar zie je dat wij nog altijd qua tendens licht stijgend zijn, maar die stijging is duidelijk kleiner dan de vorige maanden. Ja, in Limburg kijken we natuurlijk ook altijd uit naar die bouwsector, heel belangrijk. De bouwsector blijft een positief verhaal zijn, dus zowel de tendensen de volgende 6 maanden als ook de jaar-op-jaar cijfers, die zijn al positief op één deelaspect na, maar de cijfers zijn minder positief dan vorige maand. Dus ook daar in de bouwsector stellen we vast dat er de cijfers minder goed zijn. En wat doet ons toerisme momenteel? Ons toerisme gaat jaar op jaar gaat nog vooruit, maar kleine stijgingen, wederom kleine stijgingen. Maar we zien wel dat de volgende 6 maanden toerisme achteruit gaat. Waarom? Het is natuurlijk het toeristische seizoen is gedaan. Ja, en de auto's, die bollen? De auto's, ook daar zien we dat de cijfers niet goed zijn. We hebben nog de bedrijfsvoertuigen gaan vooruit, maar veel minder dan vorige maand. En de personenwagens gaan achteruit.